Zwolle hoopt te profiteren van de onrust die deze week ontstond bij AZ na het wegsturen van trainer Van Stee. Zwolle speelt zeer aanvallend met Lim Duan kort achter de drie aanvallers. Roelofsen. Boschart met de Claire. De inkomende man scoort. En dat is een hele snelle opening. Het is uitgerekend Maarten Schots. Een mooier visitekaartje is voor hem niet denkbaar. Voor de Belg die bij zijn vorige clubs wegens problemen werd weggestuurd. Vrijgespeeld hier door Boschart. Schots scoort zijn eerste goal voor Zwolle. Binnen de minuut. Van Galen. Kras. Overtreding van Galen. Dat is dom wat Van Galen daar doet. Die geeft Schol een tik. En moet het rapport bij Havrekort. Van Galen. Ja, dat kost hem natuurlijk weer een kaart. Een gele. Van Galen leert het kennelijk nooit. Roelofsen. Roelofsen opnieuw. En Ravensbergen, de verdediger. Promes. Promes gaat zelf. En scoort 2-0. Goed uitgespeelde tegenstoot. Goede opening van Ravensberger op Promes. Maar dat hij zo makkelijk kan schieten en zo makkelijk kan scoren, mag AZ zich aantrekken. Het is de 25e tegengoal trouwens al voor AZ. Dat is net zoveel als de Graafschap. Ongekende opwinding in het stadion van Zwolle. Een ongekende voorsprong ook. Zo snel in de wedstrijd. En heel wat werk dus voor de nieuwe technische baas bij AZ, Ko Adriaanse, die morgen begint en die hier op de tribune zit te kijken. Tobiasen. Perez. Nog altijd Perez. Meerdink is op snelheid, maar Perez kiest een andere oplossing en niet de goede. Promes, Kras, een toonbeeld van werklust, een toonbeeld van inzet. Zo hoort het, zoals Zwolle het doet. Met beperkte mogelijkheden toch ver komen. Boschart, Promes, 3-0. Prachtig uitgecounterd. Uit het boekje. Dat heeft alles met instelling, met inzet en met mentaliteit te maken. En daarin geeft Zwolle AZ een lesje, een gevoelig lesje tot nu toe. De ergernis bij Martin Haar in midden en Luc Nijholt vooraan. De trainers voor één duel. Die ergernis is groot. Van Galen. Kras. Van Galen. Van Galen. Van Galen toch. Geschrokken door de plotselinge kans van Galen. Zo'n bal moet je er natuurlijk gewoon in lillen. Meerdink. Nillissen. Die heel diep staat, die scherp speelt, maar vaak alleen is en op zichzelf is aangewezen. Schol, dat was niet zo slim wat Schol daar deed. En zo krijgt Van Galen weer een kans, maar benut hij die opnieuw niet. De Claire. Fortes. Steekballetje op Van Galen. Schol. Promes. Alleen tegen drie verdedigers. Wacht op hulp. Die is daar met de Ridder. Promes komt binnendoor. En Boschart kan scoren. Boschart scoort niet. Scoort toch. 4-0. Het is ongelooflijk, maar het is waar. 4-0 voor Zwolle tegen AZ. Wat een geknoei en wat een geklungel daar achterin bij AZ.
in de nastoot. Te midden van 5 AZ-spelers krijgt Bosgaard die ballen nog in. De Ridder. Er komt daar weer een doelpunt. Is er nog tijd voor? Haverkort kijkt op zijn klok. Promes 5-0. Er was dus nog tijd voor weer een doelpunt. De derde van Marino Promes. De trainer, althans de ex-trainer van Stee, mag dan geslachtofferd zijn. Maar het helpt allemaal niets, de maatregelen die men bij AZ heeft genomen. AZ wordt hier te kijk gezet op een gênante manier. 5-0 bij rust. Robbenmond. Nelissen. Nog altijd Nelissen. De Ridder. En Van der Werf. Promes. Iets te veel, iets te mooi. Overname PRS. Roelofsen. Wat al te overmoedig tegen Van Galen. PRS. En daar is de eerste goal van AZ. Kennis PRS. En het is zijn 7e. De fout is van Roelofsen. Die hier de bal verspeelt aan Van Galen. En dat mag Roelofsen met al zijn routine en ervaring niet gebeuren. PRS straft het af. Lim Duan, Bosgaard en Moens. Promes, de man van de 3 goals, krijgt een publiekswissel. Wijnands is de vervanger. Het is dan een wedstrijd 2 keer 45, is 90 minuten moet duren. Eigenlijk had Haverkort minuten geleden al wel kunnen affluiten. Fortes schoffelt Lim Duan nog even onder de zoden. En dan ontstaat er zowaar nog opwinding. Totaal gefrustreerd Fortes. Anders bega je zo'n tackle niet. Hij komt er goedkoop af met geel. Lim Duan van Steeg. De wedstrijd zit erop. Een wedstrijd waarin AZ de eerste helft dramatisch zwak speelde. Maar Zwolle strafte al die fouten genadeloos en koelbloedig af. En wint dik en dik verdiend met 5-1.